Dames en heren, vandaag ontvingen wij het droevige bericht dat vanochtend vroeg ons oud gemeenteraadslid Kees Broekhoven is overleden. Kees Broekhoven was van 29 april 1986 tot 14 maart 2002 gemeenteraadslid voor het CDA. En in die 16 jaar ontwikkelde hij zich tot een raadslid met veel gezag en vooral grote betrokkenheid bij het wel en wee van Haarlemmermeer. Zijn portefeuilles waren onder andere algemene bestuurszaken en bestuursmiddelen, ruimtelijke ordening, economie en de luchthaven Schiphol. Voor Kees was bijvoorbeeld de ontwikkeling van zijn dorp Nieuw-Vennep tot grote woonplaats een gegeven, maar daarbij mocht de menselijke maat niet uit het oog verloren raken. In Haarlemmermeer moet het voor iedereen goed toeven zijn. Kees gold als een volksvertegenwoordiger die zijn emoties toonde en op pakkende wijze zijn standpunten kon weergeven. De raadsleden van toen waren vertrouwd met zijn zogenaamde Broekhoveniaanse beeldspraak, waarin allerlei diersoorten een belangrijke rol speelden. Maar Kees Broekhoven was niet alleen als gemeenteraadslid, hij was ook op heel veel andere manieren nauw betrokken bij de Haarlemmermeerse samenleving. En het is te veel om op te noemen alle organisaties, verenigingen en clubs waar hij bij betrokken was. Kees was een man van initiatief nemen, iemand van de handen uit de mouwen steken, daadkrachtig en altijd vroeg hij: wat kan ik doen? Hij maakte zich ook zorgen over het teruglopend aantal mensen dat zich inzet voor de samenleving, de terugloop van het aantal leden van politieke partijen en over de opkomst van het populisme. Zelf was Kees een geduldig mens, een geweldige verbinder en netwerker. Altijd waren zijn ogen gericht op het gezamenlijk belang. Kees Broekhoven was van 2003 tot 2015 ook een zeer gewaardeerd statenlid. 12 jaar lang ging hij op de fiets, want hij was sportief, van Nieuw-Vennep naar Haarlem voor de statenvergadering, waar hij gold als financieel specialist en waar hij ook als van politieke tegenstanders complimenten kreeg over zijn constructieve opstelling in debatten. Voor het CDA in onze gemeente was hij als statenlid een belangrijk contactpersoon bij de provincie. Dames en heren, Kees Broekhoven is lang ziek geweest, maar ook zijn ziekte droeg hij met levenskracht en optimisme. De laatste maanden ging hij echter snel achteruit. Toch kwam het bericht van zijn overlijden vandaag nog onverwacht. Het spijt mij dat ik Kees Broekhoven niet heb kunnen ontmoeten in de 3 maanden dat ik uw burgemeester ben. Want ik heb vandaag begrepen dat ik daarmee de kennismaking met een bijzonder, amabel en gedreven man heb gemist. Vanaf deze plek wil ik zijn familie namens ons allemaal van harte condoleren en heel veel sterkte wensen met het verlies van deze bijzondere man. En ik wil u vragen om even te gaan staan voor een minuut stilte ter nagedachtenis aan Kees Broekhoven.